Hé, wat doen die mensen daar? Waar wijzen ze naar? Waar praten ze over? Wat zou er allemaal te zien zijn op dat schilderij? Is dat zo bijzonder? Dat zijn duidelijk niet zomaar bezoekers van Museum het Catharijnenconvent in Utrecht. Het lijken wel wetenschappers. Met die constatering zit u er niet ver naast. Want wat u ziet zijn wetenschappers in de top. Studenten van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland, die vandaag kennis maken met de cursus Kunst, Overlevering, Verandering en Vernieuwing, met elkaar en met begeleiders van de faculteit Cultuurwetenschappen en met kunstobjecten en manieren om die te onderzoeken. Op deze practicumdag onderzoeken de studenten in groepjes wat zij niet allemaal over hun kunstwerk te weten kunnen komen. Daarom zie je ze zo wijzen en gesticuleren. Waarschijnlijk weten ze allemaal wel iets te vertellen, maar kennen ze nog niet het hele verhaal. Zo intensief met elkaar in gesprek zijn, moet voor ieder wel verrassende gezichtspunten opleveren. Die blik gaat ook naar... Naar de stier of de koe. Dus naar het middenpunt, hè? Die valt het eerst op. Dus je zou dan in principe een connectie moeten hebben met... De cursus Kunst leert u kijken naar kunstobjecten. Het object is de primaire bron van informatie en u leert die bron lezen. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Aan het eind van de cursus zult u zich realiseren dat uw kijk op kunst wezenlijk veranderd is. De cursus Kunst kent 3 delen. Een objectendeel, een essaydeel en een systematisch deel. Voor het objectendeel hebben wij 100 objecten geselecteerd waarmee we de architectuur, de beeldhouwkunst, de schilderkunst, teken- en printkunst, design en fotografie introduceren. De afbeeldingen zijn groot en daardoor indringend weergegeven. Ernaast vindt u de titel als eerste verwijzing naar het kunstobject, feitelijke gegevens als datering, kunstenaar, opdrachtgever, materiaal en techniek en de afmetingen en de beschrijving van het kunstobject. In het essaydeel worden een aantal objecten met elkaar verbonden. Dat gebeurt vanuit een artistieke invalshoek, zoals bijvoorbeeld het geschilderde portret of landschapsschilderkunst. In het systematisch deel is de benadering wetenschappelijk van aard, meer theoretisch en methodisch. Daar wordt ook ingegaan op de relatie tussen kunst en context. Het systematisch deel bestaat uit een groot aantal opdrachten. Met elke opdracht leert u kunstobjecten steeds een beetje beter te doorgronden. Door kunstobjecten te vergelijken, te zoeken naar overeenkomsten en verschillen, die te benoemen en daarop kunstobjecten te rubriceren, maakt u zich strategieën eigen om naar kunst te kijken. U probeert eerst op eigen kracht aan het object de informatie te ontfutselen die erin besloten ligt. U accepteert dat uw eigen oordeel op dit moment niet meer dan een voorlopig oordeel kan zijn. Maar die onzekerheid neemt u vooralsnog voor lief. Met het practicum kunst ontwikkelt u uw visueel geheugen. U doorloopt een virtuele tentoonstelling. Gaat na of u snapt waarom juist deze objecten op deze wijze bijeen zijn gebracht en toetst of uw nieuwe inzichten juist zijn. Maar u kunt ook een eigen tentoonstelling ontwerpen. Medestudenten kunnen die bezoeken en daar hun commentaar op geven. En dat allemaal via het web. Het tentamen bestaat uit een tentoonstelling die wij voor u hebben samengesteld en waarover wij u vragen stellen. Uit uw antwoorden moet blijken dat u het geleerde kunt toepassen in de praktijk. De eindtoets in het systematisch deel is een representatief voorbeeld van hoe in de cursus kunst wordt getentamineerd. Studeren aan de Open Universiteit betekent medestudenten ontmoeten die in de regel in werk en privé al het nodig hebben meegemaakt. Ieder heeft zijn eigen unieke achtergrond, zijn eigen kijk op zaken, zijn eigen inbreng waarmee u uw voordeel kunt doen. Door samen aan opdrachten te werken ontwikkelt u een netwerk van kenniswerkers. Misschien dat het zelfs contacten voor het leven oplevert. Beginnen aan een studie algemene cultuurwetenschappen betekent beginnen aan een enerverende studie die u naast kennis, vaardigheden en inzichten op academisch niveau misschien juist voorbereid voor die functie die u al zo lang ambieert. Heeft u een baan of andere bezigheden en bent u voor uw studie aangewezen op een flexibel programma?
Gaat onze culturele omgeving aan het hart? Bent u een doorzetter en heeft u discipline? Wilt u laten zien dat u kunt plannen en organiseren? Wilt u zich academisch vormen? Dan is de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland wel iets voor u.